Een beroerte heeft ingrijpende gevolgen. Voor de patiënt, maar ook voor zijn directe omgeving. Een beroerte houdt je bezig bestaat uit drie verhalen van mensen die getroffen zijn door een beroerte. Jimmy Sercromo is thuis na het middageten onwel geworden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1, 2, 3. Ik dacht dat voor ik de handen ging. Na een eerste onderzoek en nadat er een scan is gemaakt, vertelt de neuroloog aan de familie dat de toestand van Jimmy Sercromo heel kritiek is. Maar aan de bloeding zelf kunnen we niks doen. En op zich is dit een soort bloeding waar een zeker percentage van overlijdt. Dat kan. Hij kan hieraan overlijden. Ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar het is wel, laten we zeggen, een bloeding op deze plek is ernstig. Jimmy komt in aanmerking voor een proef met een handmaster. Nu verder omhoog. Een apparaat om het functioneren van zijn verlamde arm en hand te verbeteren. Goed, en doe me weer terug. Goed. Ik ga geleidelijk aan de stroom opdraaien. U zult eerst iets gaan vernemen onder deze plaat. Een beetje gekriebel van mieren. Ja. Dat gevoel dat wordt op een gegeven moment steeds sterker. Ja. Totdat we ook een beweging van de vingers krijgen. En dat is uiteindelijk wat we willen. Wonderlijk, hè? Ja. Na een proefperiode van 3 maanden blijkt dat de handmaster bij Jimmy werkt. Hij kan zijn arm en hand, in ieder geval in oefensituaties, beter bewegen. Ja, tot zo? Ja. 120. Ze wordt opgenomen op de stroke unit, een speciale afdeling voor de eerste opvang en controle van patiënten met een beroerte. De toestand van mevrouw Bruin blijft stabiel. Ja, we moeten even een aantal dingen goed in de gaten houden. De volgende morgen bespreekt de arts met haar de gevolgen van haar beroerte. Ze heeft een beroerte gehad gisteren. En daardoor kunt u moeilijk praten en kunt u moeilijk bewegen met de rechterarm en het rechterbeen. Verder gaat het slikken ook wat moeilijk en dat is de reden dat u het slangetje in de neus hebt. Dat we u wel medicijnen kunnen geven. En ik denk dat het ook verstandig is om de komende dagen door het slangetje wat zondevoeding te geven. Omdat ik verwacht dat het eten de komende dagen nog wel moeilijk zal zijn. En we moeten niet hebben dat u zich gaat verslikken. Slikken gaat steeds beter. Prima. Je kunt het slikken heel goed horen. Ja. Dan komt het dat u een beetje gespannen bent, volgens mij. Ja. 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 Doe de volgende slok maar. Het ging vanmorgen ook hartstikke goed. Kriebelt er iets in de keel? Nee. Nee. Nou, dat is een goed teken. Kom gauw dan een keer langs. En bedankt, ja. Voor alles. Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis mag Hans Wieringa weer naar huis. Daar wordt hij direct geconfronteerd met zijn beperkingen. Dan. Kom boven hier. Hij gaat de volgende dag al naar zijn bedrijf. Het valt niet mee. Hij heeft erg veel last van het lawaai in de fabriek.
Je ziet dat dat herstel... Naar aanleiding van het neuropsychologisch onderzoek stelt de revalidatiearts voor dat Hans verder begeleiding zoekt om beter met zijn klachten om te gaan. En nou ja. Hans echter besluit zijn eigen weg te volgen. Hij zoekt rust op zijn boot. Hij is vaak op zijn boot. Reparaties waar hij vroeger zijn hand niet voor omdraaide, kosten nu veel energie. Oh. Ik heb iets vergeten.